Welkom bij deze video. Ik ben vandaag bij Pepijn Goorde op bezoek. Pepijn Goorde is een bekende Photoshop expert en hij is vooral te vinden op internet. Ik ben een paar maanden geleden ben ik hem tegengekomen op internet omdat ik wat Photoshop vragen had. Uiteraard vanwege mijn fotografie achtergrond. Ik wilde onder andere wat dingetjes weten over HDR, allerlei andere zaken. En zodoende dacht ik van nou laat ik eens een keer een interview met hem doen. Omdat hij een boek geschreven heeft, Photoshop onder de knie. En hij gaat ook hij heeft een gratis Photoshop cursus op internet. Dus vandaar het interview met Pepijn Goorde. Hij zal hier zo zitten en ik ga hem aan je voorstellen. Pepijn, kun je jezelf voorstellen? Nou, ik ben dus Pepijn Goorde en ik ben 20 jaar. Ik ben Photoshop expert en ik woon in Apeldoorn. Nou, ik ben benieuwd, ben je echt Photoshop-expert? Hoe word je dat op zo'n jonge leeftijd dan? Ik ben toen ik 11 was in aanraking gekomen met fotografie. Ja. Ik kreeg een analoge spiegelreflex in mijn handen gedrukt. Nou, ik ken het misschien zelf ook al wel, maar ja. Ik was meteen helemaal enthousiast. En vanaf dat punt ben ik eigenlijk een beetje alles om fotografie gaan doen. Dus ook Photoshop. Oké, en heb je dat zelf geleerd of van iemand anders? Of, Nou, heel veel heb ik zelf geleerd. Ik ben vanaf dat punt eigenlijk gewoon met Photoshop en met eigenlijk begonnen met MS Paint. Vrij snel Photoshop gaan doen en dingen zelf gaan leren. Maar op een gegeven moment ben ik stage gaan lopen bij een fotograaf. En daar was ik Photoshopper. En toen ik gestopt was met school ben ik eigenlijk in loondienst gegaan. En was ik daar dus echt professioneel Photoshopper. En daarnaast heb ik begrepen, heb je ook een eigen zaak gehad, eigen bedrijfje in Photoshop? Of kun je er iets meer over vertellen? Ja, nou ik ben eigenlijk ook vrij snel begonnen met een eigen bedrijf en was ik fotograaf. En daar moest ik natuurlijk ook ontzettend veel photoshoppen, dus ook ontzettend veel van geleerd. En maar op een gegeven moment wou ik over naar kunstenaar en daar moet je nog veel meer doen met met Photoshop, ja. Dingen in elkaar knutselen en zo, allemaal freaky dingen maken. Dus ja, en hoeveel jaar heb je dan ervaring alles bij elkaar al op Photoshop gebied? 9 jaar. Zo, dat is toch wel flink. Ja. En ja, ik heb jouw boek Photoshop onder de knieën gekocht. En ik vond het een heel duidelijk boek, maar kun jij misschien eens vertellen wat daarin staat en voor wie dat bedoeld is? Ja, nou het is bedoeld eigenlijk voor mensen die willen beginnen met Photoshop. Ja. Echt, het is vanaf het begin. Tot het moment dat je zelf kunt gaan leren over Photoshop. Ja. Dus ik help je eigenlijk over de drempel heen. En waarom heb je dat boek dan eigenlijk geschreven? Want je natuurlijk om mensen te helpen, maar wat was voor jou nou de reden zelf om dat boek te schrijven? Ja, ik vertelde al heel veel mensen in mijn omgeving over Photoshop en daar werd ik al heel erg enthousiast over. Ja. Dat vind ik gewoon helemaal gaaf, het is mijn passie. Tot ik gewoon op een gegeven moment zoiets had van dit moet ik groter brengen, dit moet ik eigenlijk aan iedereen gaan vertellen. Ja. Aan iedereen die dit wil horen. Dat heb je in de vorm van een boek gedaan. Boek. Ja. Jij geeft ook een Photoshop cursus gratis weg. Waarom gratis? Vraag ik me dan af. Ja, dat is dus uit die passie ontstaan. Omdat ik het gewoon eigenlijk gewoon graag wil vertellen. En ja, ik had zoiets van, ik ga gewoon filmpjes maken. En aan een stuk door. Ja, het zit dus allemaal in die cursus. Allemaal rare filmpjes. Ik acteer wat en zo. Gewoon voor de fun en ja, dat ben ik gratis gaan weggeven. En wat kun je dan in die gratis cursus leren? Of in ieder geval wat je dan gratis weggeeft? Die bestaat uit allemaal Photoshop tutorials. Dus dat zijn Photoshop lessen. Dan gaat het over één onderwerp, marquee, maar ook over gewoon allemaal stukjes van Photoshop. Heel verschillend niveau eigenlijk. En is het dan zo dat jij wel een basis onder de knie moet hebben? Of ik wou zeggen, klinkt even leuk op jouw boek natuurlijk, maar moet je die basis dan ook echt onder de knie hebben? Ja, dat is titel van je boek ook. Maar als je dat boek hebt gelezen, dan gaat het wel een stuk makkelijker. Oké. En waar kunnen mensen het boek eventueel aanschaffen als ze er interesse in hebben? Waar kunnen ze het vinden? Op mijn website. Okay. Dat is pepijngoorde.nl. Okay, ja. Nou, als je daarheen gaat, dan dat is mijn blog. Daar vertel ik alles over wat ik aan het doen ben. En ook stukjes over Photoshop en zo. Ja. En dan staat het in de kantlijn mijn e-book. Oké, en dan kun je daar ook de Photoshop cursus die je dan gratis weggeeft, kun je die daar ook vinden? Ja, mensen kunnen zich daar ook aanmelden. Okay, er staat een knopje met meld me aan of zo. Ja, super. En goed, dat zijn natuurlijk heel ambitieuze en leuke dingen natuurlijk die je doet. Heb je nog meer plannen? Ja, zeker. Nou, ik ben bezig om
een membership te testen. Dat is een lidmaatschap. Okay, ja. Dat heet DAPP. Dat is de Dutch Association of Photoshop Professionals. Zo, ja. Dus ja, ik ben daar de oprichter van. Het is nu in de testfase. En nou, binnenkort ga ik het lanceren, zoals dat dan heet. En dan ga ik het echt gewoon groot de wereld inbrengen. Oké, en kun je, want je zegt een membership site, een lidmaatschap site. Maar ja, wat kan ik daar dan als lid aantreffen of zien? Of wat kan ik daar krijgen? Of wat, Het is eigenlijk een Photoshop opleiding. Ik wil mensen gewoon door DAPP opleiden tot Photoshop expert. Ja. Dus tot het punt waarbij ze zichzelf daarmee in de markt kunnen zetten. En dus ook geld ermee kunnen gaan verdienen. Of als zelfstandige, of voor een baas, of wat dan ook. En hoe ga je dat doen? Je hebt wel al gezegd tutorials, oftewel lessen. En, maar ja, is dat dan het enige? Of, Nee, een onderdeel is dus dat ze Photoshop tutorials krijgen. Mm-hmm. Maar ze kunnen ook zelf tutorials aanvragen. Mm-hmm. Dus nou, dat is natuurlijk interessant. Als je ergens niet uitkomt, dan kun je gewoon het aanvragen en dan ga ik het uitleggen. Okay, nou, ja. En daarnaast krijgen ze nog reviews, foto of beelden reviews. Ja, wat doe je dan? Want je zet een review, maar... Nou, eigenlijk vraag je dan aan mij, hey Pepijn, ik heb deze foto gemaakt en ik heb er wat mee gedaan. Maar hoe zou jij dat doen? Okay. En dus op dat moment ga ik dus uitleggen, het is, dit vind ik er goed aan en dat zou je beter kunnen doen en dat zou je op die manier kunnen doen. Stel, ik heb een foto, moet ik die dan opsturen of kan ik die daar op het forum, heb ik begrepen, kan ik er daar een foto neerzetten of plaatsen? Of? Ja, dat is de bedoeling. Er zit inderdaad een forum bij om de community op te bouwen. Okay. Want dat is graag wat ik wil, dat het gewoon een groep wordt van photoshoppers die elkaar gaat helpen om op dat niveau te komen. En dus vragen gaan stellen en zo. Maar in ieder geval, je plaatst daar dus de foto. Ja. En vervolgens stel je de vraag van, hey, hoe zou jij dit doen? Okay, en heb jij, ik heb zelf gezien dat je nog webinars geeft, maar ja, ik wist eerst helemaal niet wat het was, maar kun je vertellen wat een webinar is dan? Want... Zeker, dat is ook nog een onderdeel van het DAPP. Het is eigenlijk een beetje een Photoshop helpdesk. Ik ga op dat moment, één keer per maand ga ik achter de computer zitten, heb ik een webcam erbij, kan ik overswitchen naar mijn desktop. Ja. Dus kun je live vragen stellen en vervolgens ga ik die dus ook live beantwoorden. Oh, dus ik kan jou eigenlijk als het ware als tv kan ik jou bekijken, zal ik zeggen. Als het, of niet, moet ik dat zo zien? Als een, en dan live, en dan kan ik jou live ook vragen stellen? Ja, precies. Een beetje alsof je over mijn schouder meekijkt, zeg maar. Oké, okay, en dan kan ik dan intypen of zo? Of, Ja, je stelt gewoon een vraag op de website of op het forum en dan... Vervolgens lees ik die en ga ik dat uitzenden, zeg maar. Het is een soort uitzending. Oké. Okay. En ja, wanneer ga jij officieel van start met de DAPP? Nou, ik heb de datum nog niet helemaal gepland. Oké. Okay. Maar dat zal deze maand ga ik bekendmaken wanneer de lancering is, zoals dat dan heet. Ja, oké. Okay. Dat ga ik dan doen door een gratis seminar te geven. Dat is een soort workshop, zeg maar, waar 100 man naartoe kan. En dan ga ik vertellen over Photoshop. En dat is dus ter ere van dat ik DAPP echt in de wereld ga zetten. Oké, okay, en ja, stel ik wil erbij zijn bij die bij dit Photoshop seminar. Hoe kan ik me dan aanmelden? Of hoe kom ik daar terecht? Of hoe word ik daarvan op de hoogte gebracht? Ja. Nou, eigenlijk het enige wat je hoeft te doen is je aanmelden voor de Photoshop cursus. Is toch gratis. Dan krijg je het als een van de eerste te weten. En nou, dus ik zou zeggen, schrijf je in en dan krijg je automatisch een e-mailtje. Nou ja, dan ik ga hem direct aanmelden, want ik ben benieuwd naar jouw seminar. Dus bij deze. Bedankt voor het interview, Pepijn. En ja, ik hoop nog meer van jou te horen en te zien. Nou, graag gedaan, zeker. Oké, okay, tot ziens. Tot ziens.